Wals voordat je begint de koffie en schud de opgeschuimde latte ook even. Schenk hoog in het kopje, zodat je door de bovenste laag van de koffie heen schenkt. Gelijkmatig giet je in één keer het kopje vol. Dat zorgt ervoor dat er niets van de melk meer te zien is bovenop de koffie. Schep met een lepeltje wat melkschuim uit je kannetje en maak van buiten naar binnen een spiraalvorm van melkstippen. Je ziet er al leuk uit, maar we zijn er nog niet. Met de satéprikker volg je vanuit het midden de spiraal. Je verbindt als het ware de stippen met elkaar. En kijk nou, echte liefde. Als dat geen makkelijk te scoren punten zijn,